actie. Ga door. Hallo allemaal en welkom in een gloednieuwe vlog. En het is een hele speciale vlog vandaag, want het is de grote vraagvlog. Ronde vlog. Ronde, ja. Dag. We hebben op onze Instagram-pagina een aantal keren gevraagd om vragen door te sturen. En we hebben er massaal veel binnengekregen. En bovendien, ons clubje hier is een beetje groter geworden. En heel veel nieuwe kijkers hadden ook heel veel vragen voor ons. En de bedoeling is dat we die zoveel mogelijk gaan beantwoorden in deze vlog. Absoluut. Eh? Absoluut. We gaan daar allemaal. Ah wel. We hebben de lijst gemaakt. Dan zijn we vertrokken. Kom maar. Ja, we vinden dat eigenlijk wel echt super tof hoor, dat we zoveel vragen krijgen. Het is ook vandaar dat we beslist hebben om die vlog daar eigenlijk volledig aan te wijden. En we hebben gedacht van ja, hoe gaan we dat nu precies doen? We dachten misschien gaan we in de zetel zitten. Dat is ook maar saai eigenlijk hè. Ik vond dat ook, want het is wel een beetje la primavera in Spanje. Ja, van lente. La primavera, van Sash. En eigenlijk om al direct, want je zal zeggen, wat loop je daar met je vuilzak toch te doen? Ja, dat is vuil. Dus, dat moet weggegooid worden. Ja, het is misschien raar om dat als eerste vraag te doen. Maar we hebben een vraag binnengekregen. Wat kost in Spanje de bijdrage voor het huisvuil? Ik heb dat geïnformeerd, want wij wonen hier nog niet zo lang. En we hebben die nog niet moeten betalen. En het antwoord is, ik weet het ook nog niet. Dat begint al goed. Dat begint heel goed. Maar ik heb er geïnformeerd, maar wat blijkt wel? Op het platteland moet je Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Op het platteland is het een andere prijs dan je in het dorp woont. Dat weet ik wel. Maar het wordt wel verrekend in de gemeentetaxen en al. Dat is zo niet lekker in België. Hoe noemde dat weer? Limburg net en al. Dat bestaat hier niet. Ja, nee, het is ook niet Limburg hier. Hè. Maar de vuilkar komt ook niet aan de deur. Hè? Nee, nee. Kijk, de vuilkar komt hier op de hoek. Dus je gooit dat daar maar in. Hup. Gedaan. Ja, en we dachten zo, het is mooi weer, dus een antwoord op al die vragen. Waarom gaan we niet gewoon lekker op wandel? En gaan we tijdens de wandeling het antwoord geven op jullie vragen? Absoluut. Ik vind dat het nuttige met het aangename koppelen, zeggen ze dan. Hè? Ja, en nu zijn we ook nog eens in Spanje, want jullie vragen zich dat misschien ook af. Ze zitten ofwel op een cruiseboot, of ze zitten in België, of ze zijn aan het werken. Maar dat komt ook. Heel veel mensen hebben ons pas leren kennen met de Droomfabriek. Ja. En die zijn eigenlijk ingestapt met dat avontuur. Ja, dan begrijp ik wel dat heel veel mensen daar vragen over hebben. Wie zijn jullie eigenlijk? En dat is een beetje de bedoeling hè, van deze vlog. Dat is de bedoeling. Dat je ons wat beter leert kennen. Absoluut. Wie komt hier nu weer voorbij? Oh, weer dan die lawaaimakers van de steengroeven. Ja. Dat is ook kortbij bij ons, dat is de steengroeven. Ja, kunnen we zo meteen laten zien als ja. We wat dichterbij zijn. Ah, wel, het is dat. En hoe zit het met die vragen? Want we hebben er massaal veel gekregen, maar er komen er geen. Het zal nogal niet zijn, wacht. Heb je graag dat ik de vragen voor u persoonlijk eerst afvuur? Ja, we doen alles door elkaar. We hebben ook alle vragen door elkaar toegestuurd gekregen. Het is gewoon zoals ze zijn binnengekomen, gaan ze voorbij komen en dan geven wij daar een antwoord op. Stop! Eerste vraag. Glenn, welke job doe jij? Ik werk voor een beautybedrijf en we hebben altijd een kapsalon gehad in België. En ik geef nu opleidingen aan kappers in België en Nederland. Voor welke radiozender werk jij? Ah, ik werk voor een regionale radio, dat is Radio Mol. En dat doe ik al super lang, nu moet ik heel hard nadenken, al 26 jaar. Oké. Wat is jouw favoriete vakantieland? Mijn favoriete vakantieland is niet Spanje, want daar woon ik, hè. Dat is geen vakantie meer. Mijn favoriete vakantieland moet wel toch Amerika zijn en meer specifiek Florida. En naar welk land wil je nog reizen in je leven waar je nog nooit bent geweest? Ik heb die vraag zien binnenkomen en ik vond dat een hele moeilijke. Ja? Want ik heb dat precies niet zo echt heel erg. Echt de drang om naar een bepaald land te gaan. Ah, ik weet het. Disneyland in Azië. Oh, dat is toch geen echt land? Oké, Orlando. Zie. Wat is jouw lievelingsfilm? Ik hou van horrorfilms, dus ik ga zeggen de old school A Nightmare on Elm Street. Oeh, zie. Zoiets akelig. Zie, Freddy Krueger. Wat is jouw favoriete vakantieland? Ook Amerika. Ja. Ja, Florida.
hetzelfde als Disney World. Naar welk land wil je nog reizen in je leven waar je nog nooit bent geweest? Een stuk van Amerika. Mijn grote droom is Las Vegas. Ah ja. Ja, gambling. Wie is Grietje? Wie is Grietje? Ik ken ook geen Grietje, maar dat zal ik... Dat was de buurman. Dat is dus van vroeger. Ik ben dus nog, toen ik jong was, kwam er op tv, op VTM, Walters verjaardagshow. En dat was altijd een spelletje. En die Walter zei altijd, dat was in het publiek, laat maar komen Grietje. En Grietje was die vrouw die de dobbelstenen over het publiek gooide. En dat is eigenlijk een soort quote geworden. Zoek het maar eens op YouTube. Ik heb dat ook al opgezocht. Laat maar komen Grietje. Doe je nog vrijwilligerswerk? Nee. Nee. Dat is voorbij. Ik moet snel antwoorden. Maar ze wou me niet. Omdat ik vlogde, omdat wij dus vloggen, mag ik niet meer vrijwilligerswerk doen voor het Rode Kruis. Omdat ze willen eigenlijk geen... ze willen niks te maken hebben met social media. Dus ja, ook al had ik beloofd er niks mee te doen. Maar ja. Dus ofwel vloggen, ofwel vrijwilligerswerk. Dan denk ik, ja, ik vlog veel te graag. Dus ik ga op zoek naar iets anders. Misschien. Kijk, het is voorjaar in Spanje en alle amandelbomen die zijn momenteel in bloesem. Ja, maar... Ja, dat is mooi, maar dat is wel niet de mooiste boom. Nee, het is niet de mooiste boom. Een bloesem is toch een bloesem. Ja. Ja, ja, maar het ruikt wel lekker. Ik vind ook dat het lekker ruikt. Wat was dat? Het zit hier vol beesten, hè? Ja, we gaan eigenlijk toch wel bijna elke dag een wandelingetje doen. We hebben ons dat ook echt voorgenomen. En meestal wandelen we dan hier. Dus we dachten dat het wel leuk was om de wandeling te tonen, ook aan jullie, terwijl we de vragen beantwoorden. Dat is weer een camion, hè? Pas op, hè. Maar allee. Ja, dat komt met die steengroeven hier, hè. Nee, dat komt omdat we nu aan het filmen zijn. Normaal zien we hier geen mens. Echt waar. Allee, daar is er weer een. Hè. Ik zwaai ik met tegen iedereen, hè. Dat hoop ik, dat is goed. Dat is vriendelijk, hè. Kijk, en daar is de steengroeven. Daar. Ja. Dus eigenlijk is dat echt op een boogscheut van waar wij wonen. Je hebt dat hier wel meer in de regio, hè? Zo van die steengroeves. Ja. En dus eentje vlak bij ons. Daar kun je steentjes en marmer en zo van die dingen allemaal halen. Daar hebben we onze tafel ook laten staan. Ja, hè? Dat is juist. Ja. Dat kan je ook nog zien in een van de vorige vlogs. Ja. Want toen zijn we daar geweest ook. Hè? Ja. Ja. Hoe gemakkelijk is dat? We kunnen ons huis aantonen, vandaar mogen we leveren. Daar was trouwens een heel dikke kever op de baan, hè? Echt? Ja. Waar? Daarachter. Ja, laat kijken. Die kleine. Dat is fauna en flora, hè? Ja, ja, we leven op de Spaanse kampen, hè, mannetjes. Ja, dus ja. De beestjes moeten we erbij nemen, hè? Absoluut. Maar die kever gaat nu wel het internet misschien veroveren. Ja. We hebben nog geen cucarachas gezien, hè? Amai, ja, gelukkig. La cucaracha, la cucaracha. Er zijn ook vragen die aan ons samengesteld zijn. Dus het is niet altijd of Orlando of ik. Soms is het ook samen. Ja. En deze is samen. Volgen jullie zelf ook de Spaanse media? Nee. Niet echt. Absoluut niet. Nee. Nee, nee. Wij proberen eigenlijk zo nieuws te mijden. Want meestal is nieuws zo niet positief. Nee. En... je moet er die kop niet in het zand steken, dat zeggen we niet, maar eigenlijk, nee. Nieuwsites van Spanje of zo, die dingen, nee, ook niet, hè. Nee, nee zijn we nee. Inderdaad niet zo mee zijn bezig. Zijn we niet mee bezig, nee. Kijk, deze is wel heel mooi. Ja, dat is een mooie boom. Kijk. Supermooi. Mooi, hè? Ja. Ja, die ruikt wel niet. Niet zoals die andere. Volgens mij zijn het toch allemaal andere soorten, hè. Ja, maar dat zijn ook andere bloesems, want je hebt rozen, je hebt witte, je hebt gemengd. Allemaal toch... mooi. Wat heeft jullie geïnspireerd om jullie leven op een cruise door te brengen? Ja. Ja, we leven ons leven nu niet echt op een cruise, maar we gaan wel veel op cruise. Mm-hmm. En ik denk dat dat komt omdat we dat gewoon heel graag doen. En ook met de vlog. Ja, en ik denk ook een beetje, en dat is net hetzelfde met Disney, op een cruiseboot zit je eigenlijk even weg van de echte wereld. En minder in een gewoon hotel. Snapte? Dus als je in een hotel zit, dan zit je nog altijd wel in de... Ofwel in de drukte, nu gaat het rustig hotels, hè. Maar... En op een boot zit je... In een andere wereld. In een andere wereld. En dat heb je met Disney ook. En ik denk dat daarom ook een beetje onze beetje aanstaat. Oké. Okay. Ja. Allee, dat is nu wat ik een verklaring aan kan geven, eigenlijk. Kan ik me absoluut helemaal in vinden.
Volgende vraag. Ik ben een superfan van jullie en ik wil graag mijn naam horen in de vlog. Dus als ik nu uw naam zeg, dan is het gelukt, hè? Ah, wel ja. Lennart van de Wallen. Lennart van de Wallen. Jee, dankjewel voor een superfan te zijn. Dat vinden we heel fijn, ja, Lennart. Ja, absoluut, absoluut. Lennart van de Wallen. Lennart van de Wallen. Waar zijn jullie al op reis geweest? Malta. Malta. Turkije. Turkije. Griekenland. Griekenland. Amerika. Amerika. Egypte. Tunesië. Spanje. Dubai. Frankrijk. Nederland. Nederland. Ik ben naar het oosten aan het gaan in mijn gedachten. Ik ben naar het westen aan het gaan in mijn gedachten. Oosten zijn we nog niet echt geweest. Meer naar het zuiden dat we gingen. Ja. Of naar Amerika. Ah wel. En de noordelijke landen van Afrika. Verder zijn we ook nog niet naar het zuiden gegaan. Hè? Nee, inderdaad. Dus ja. Allee, we hebben nog even moeten nadenken. Portugal ook. Op cruise zijn we geweest en dan zijn we gestopt in de Caraïbe. We slaan hier een zandweggetje in. Kijk hoe mooi. Het is echt warm. Ik heb spijt dat ik die jeansbroek aan heb. Ik heb nog vragen voor jou. Top. Welke drie zaken staan nog op je bucketlist? Dus, Las Vegas. Sowieso. Drie zaken. Bucketlist. Daar kom ik nog op terug. Was dat voor een ja, antwoord? Ja, daar heb ik ook niet goed over nagedacht. Wat is je hobby? Ik ben nog zoekende, eigenlijk. Ik tokkel graag op mijn gsm en op mijn tablet. Maar ik ben eigenlijk nog zoekende naar een outdoor hobby wat kan met mijn zicht. Ja, ik heb gepadeld, maar het ging niet. Ik heb gebadminton, het ging niet. Ja, het is zoeken, hè. Het is zoeken. Wat is jouw lievelingscruise? Tot nu toe was dat de Disney Cruise. Waarom draag jij zoveel witte kleren? Dat vond ik een heel goede vraag. En daar kan ik eigenlijk ook geen antwoord op geven, want dat is onbewust natuurlijk. Ik denk dat dat komt ook door de zon. Ik hou sowieso niet van donker. En ik denk gewoon dat de zon dat geeft. Dat gevoel van, ik pak automatisch naar licht. Dat is dat, denk ik. Ik kan daar geen echte verklaring over geven. Dat ik zeg, wit vind ik nu het mooiste? Dat is niet. Dus, maar ik heb wel speciaal een blauw aangedaan toen ik die vraag... Hoe oud ben je? 36 al. Het gaat vooruit, hè. Ik word dit jaar al 37. 1 augustus. Ja. Het zat niet stil, hè. Wanneer ga je Glenn eens een poets bakken? Payback time. Ja. Daar ben ik ook nog serieus over aan het nadenken. Dat is ook nog zoiets... Dat moet in de puntjes geregeld worden, zoiets, hè. Maar dat gaat er zeker aankomen. Ja? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Gaat jij eerst zijn of ik? Jij doet aan de lopende band. Dus, ik denk ik. Ja, ja, absoluut. Welke dagcrème gebruik je? Dagcrème? Ik gebruik eigenlijk alles van beautyproducten van Aveda. Natuurlijke producten. Okay. Welke drie zaken staan nog op jouw bucketlist? Op mijn bucketlist staan... Ik wil alle Disneyparken in de wereld bezocht hebben. Ik wil met alle Disney cruise boten gevaren hebben die er bestaan. Ik heb er nog maar één gedaan. Dus nog veel te gaan. Weet je, maar dat is zo echt ook iets waar ik ook super veel bang van ben. Eigenlijk zou ik wel eens uit een vliegtuig willen springen. Oké. Maar ik durf dat misschien niet. Wat is jouw hobby? Radio, muziek. Dat is denk ik mijn grootste hobby. Als ik nood heb aan rust in het hoofd, dan heb ik nood aan muziek en mijn radioprogramma. Wat is jouw lievelingsfilm? Mijn lievelingsfilm? Ik ben niet zo film... Man, ik ga wel heel graag naar de bioscoop, maar ik vind dat vooral heel gezellig en die sfeer en zo. Maar echt een lievelingsfilm, dat heb ik niet. Misschien zelfs een Titanic. Ja. Ja. Titanic. Wat is jouw lievelingscruise? Disney Cruises, uiteraard. Dat is mijn bucketlist. Moet je vaak naar Nederland of België voor je werk? Ja. Ja, dat moet ik wel regelmatig. Ik geef opleidingen aan kappers en ik moet daarvoor af en toe naar België of Nederland. Ik denk gemiddeld dat ik 2 keer per maand afreis naar België of Nederland en dan meestal voor 2 of 3 dagen. En wat vind je van onze inzending voor het Eurovisie Songfestival? Zo'n leuke vraag en ook echt die aan mij wordt gesteld, want ik ben wel een grote Eurovisie Songfestival fan. Ik vind ons liedje dit jaar heel goed. Ik denk dat we het ook goed gaan doen, maar ik ben wel heel benieuwd of onze zanger... het ook op die manier kan brengen, vocaal. Want dat weet ik niet, want ik ken hem ook niet zo goed. Dus daar ben ik nog benieuwd naar, maar kijk er wel naar uit. Dit zijn de vragen weer voor ons samen. Ja. En ik moet zeggen, dit zijn eigenlijk bijna allemaal vragen
waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt. Dus dat kan niet met één snel zinnetje of zo. Oké, dan moeten we ons misschien ergens neerzetten. Ah wel, gaan we een bankje zoeken of iets? Ja. Ik weet niet of we een bankje gaan hebben hier. Maar we kunnen wel eens op zoek gaan. We zitten. Ja, we zitten. We hebben een plaats gevonden. Hè? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Is een vraag die heel veel is teruggekomen. Op de trein. Op de trein. Ja. Op de trein toen we op school zaten. Ja, ja. Dus ik ging naar Antwerpen op school. Glenn in Mechelen. Glenn moest overstappen in Antwerpen-Berchem en ik moest blijven zitten. En hij kwam elke dag voorbij de trein, voorbij mijn perron, voorbij mijn wagon. Raam. We hadden gemeenschappelijke vrienden en ik zei, die daar, wie is dat? Ja, maar dat is Glenn, zeg. Ik zal u wel voorstellen en zo. En zo is het eigenlijk gekomen. Hè. Natuurlijk meer, maar dat is de beknopte versie. Ja. En toen elkaar ook toegevoegd op social media. De social media van 20 jaar geleden. Hè? MSN. MSN met dat vogelke. Met dat vogelke, weet je nog? En dan konden u op Buzzy zetten of wat was het allemaal? Afwezig en wat is het zo? Be right back. Be right back. Zo van die chatbox. Van die dingen, hè. Ja, dus, maar eigenlijk, dat is de beknopte uitleg van... Dus eigenlijk op de trein. Op de trein, hè. Ja. Iemand vroeg, hebben jullie de lotto gewonnen? Moet er niet gewerkt worden? Dat heb ik ook gezien. Ik heb ook gelachen toen ik dat zag binnenkomen. En dat is inderdaad een goede vraag. Het kan misschien zo wel lijken, maar om heel eerlijk te zijn, en dit is echt heel eerlijk, we werken momenteel eigenlijk nog echt keihard. Ja. Onze agenda zit echt bomvol. We hebben elke dag, van 's morgens tot 's avonds, eigenlijk een volgeplande agenda. En we kiezen daar zelf voor, laten we vooral heel duidelijk zijn. En we vinden dat ook heel leuk. Ik denk ook niet dat we het anders zouden willen. Nee. Want dat is wel wat de aard van het beestje, denk ik. We zijn ook altijd zelfstandig geweest in België. Dus ja, uren tellen hebben we eigenlijk nooit gedaan. En dat doen we eigenlijk nog steeds niet. Dus we combineren van alles en er wordt wel degelijk gewerkt. Ook al tonen we dat niet altijd. We hebben niet de lotto gewonnen, jammer genoeg. Ik zou echt willen dat ik ja kon zeggen. Zou je dat niet op je bucketlist zetten? De lotto winnen? Ah, wel ja. Ja. Maar dat heb je niet zelf in de hand, hè. Niet zelf in de hand. Dus nee, we hebben niet de lotto gewonnen en ja, we werken nog. Absoluut. Dus dat is wel beantwoord eigenlijk, hè. Glenn moet nog regelmatig naar België of Nederland voor te werken, hè. Ja. En vloggen. Ja. Dat is nu ook eigenlijk sinds de Droomfabriek een beetje een actief werkgedeelte geworden. Ja, ja. Dankzij jullie. En daar zijn we heel dankbaar voor om te doen. Dat is supergraag. Ja, ja. Dus... En ik moet ook eerlijk zeggen, ik wil daar eigenlijk wel op inhaken, want ik wil... Het is zo toch soms een beetje akelig. Akelig is misschien niet het goede woord. Spannend om de knop in te duwen van de camera, want dan zijn jullie er gewoon bij. Jullie zijn er gewoon heel veel bij in ons leven. Als we op die knop duwen, zijn jullie erbij. En sinds een paar weken is dat groepje wel wat groter geworden, die nu kijken naar de vlog. Dus ik vind dat wel spannend, maar heel leuk en positief, hè? Want ik vind het fantastisch. Maar we willen het wel graag goed doen. Absoluut. Absoluut. Maar weet je wat het is? Ik denk al, als je eigen blijft, dan... Je hebt altijd haters en lovers. Dat is zo. Daar... Dus je moet dat ook niet erger... Nee. Je moet dat niet erg maken of dat je dat nu voor één persoon doet of voor hopelijk ooit nog heel veel meer en een miljoen voor nu. Een miljoen voor nu? Nee, we zitten nog niet aan het miljoen. Nee, we zitten nog niet aan het miljoen. Dat is hetzelfde. Ja, ja, dat is waar. Huh? Ik weet het wel. Maar... Het is wel fijn om het goed te willen doen. En dat zorgt voor toch een bepaalde druk op de schouders. Maar dat is gewoon wel heel leuk en positief. Dus dat wat ik zeg ook met de vraag van, werken jullie niet? We kiezen daar zelf voor. Maar dat is ook wel heel leuk. Ja. Iemand heeft gevraagd, wij willen een B&B beginnen in Spanje. Hebben jullie tips? Oeh, ja, ik heb een hele goede tip. Ja? Doen, als je dat wilt. Ja. Als je dat echt wilt in je leven... En je wilt daar dat zo'n een droom voor u zijn die uitkomt. Ja. Doe dat gewoon. Ja. Echt, doe dat. Ja. Maakt niet uit trouwens wat het is. Voor die persoon is het een B&B. Voor iemand anders is het misschien, weet ik veel. Ja. Doe het. Ja. En we zitten hier nu zo rustig op de Spaanse Campo, het platteland noemt dat. En hier zijn eigenlijk wel in het dorp een paar B&B's van zowel Nederlanders als België. Ja. En die doen het allemaal supergoed. En die zijn ook allemaal super mooi. En dus... Je zou denken, ja, maar ja, trek dat wel. Hè, zo daar, op de dingen. Doen! Echt. Echt waar, want voor iedereen is er wel een klant. Voor iedereen
voor ieder concept wil ik zeggen, sorry, voor ieder concept is er wel een doelgroep of een klant. Gewoon doen wat uw hart zegt, en uiteraard berekend, hè, absoluut, echt doen. Want je gaat er spijt van krijgen als je het niet doet. Mooie woorden. Ja, hè. Als je liefde en passie daarin steekt, hè, dan werkt dat. Je moet er zelf in geloven, maar je moet het vooral doen. Ja. Doe het. Absoluut. Ik heb een goede vraag binnengekregen en denk naar aanleiding van al onze plezante shorts. Wat heb ik juist van oogaandoening? En heb ik dat al van baby, geboorte? Eerste antwoord is glaucoom. Dat is een hoge oogdruk op je bol. Dat zorgt dus voor dat je afvoer niet goed werkt, je afvoerkanaal. En dan krijg je dus hoge druk en dat zorgt dan weer dat uw zicht minder wordt, uw zicht, gezichtsveld. Ik heb geen kokerzicht, dat is een heel, altijd een mis, hoe zeggen ze, een misverstand, miscommunicatie. Misvatting. Dus, misvatting. Dus ik heb geen kokerzicht, maar wat ik wel heb is blinde vlekken in mijn zicht. Dus wazige vlekken. Ik heb maar een klein gedeelte dat nog scherp is. Met bril wel te verstaan. Dus met mijn bril is er maar een klein gedeelte dat nog scherp is. En daar rond zijn allemaal wazige vlekken. En dat is ook de reden dat ik niet meer met de auto mag rijden. Of kan rijden. Eender wat motorvoertuig. En dat ik ook moet opletten wat ik doe. Dus niet te lang bukken met mijn hoofd. Dus alles eigenlijk om de druk op mijn hoofd en mijn ogen te vermijden eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de makkelijke, beknopte versie. Om het uit te leggen. Hè. Maar ik heb het dus, het is wel erfelijk. Ik heb het al van 2016. En mijn ouders hebben het nu pas 2 jaar geleden gekregen. Dus het is wel erfelijk, maar het komt er precies ooit ook bij uit op een bepaalde leeftijd. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje glaucoom. Dus het is glaucoom, de oogaandoening. Ja. De volgende vraag. Mag ik eens op bezoek komen in Pinosso? Kom maar af, hè. Tuurlijk. Zeker dat. Pinosso is niet van ons alleen, hè. Absoluut niet. Kom maar gewoon naar Pinosso en dan gaan we Coppa de Cava drinken. Hoeveel honden hebben jullie al gehad? Dos. 2. Tuurke en Pietertje. Ja. Ja. 2 Keesjes. Ja. Ja. En Pietertje was een beetje kleiner en Tuur was zo 1 maatje groter. Ja. En het zijn Keeshondjes, omdat we ook van Hollanders houden. Keesjes eigenlijk. Ja. Gaan jullie in Spanje ook een zaak opstarten? Eigenlijk hebben we al een zaak. Ja. Ja, we zijn zelfstandig. Ja. Sinds dat we in Spanje wonen, zijn we zelfstandig. Zo moet ik het zeggen. We hebben geen fysieke zaak in die zin dat we geen restaurant hebben, of een hotel, of een weet ik veel wat, een kapsalon. Nee. Maar we zijn wel zelfstandig. We freelance. Werken als freelancer. Ja. Freelance. Hoe lang zijn jullie al samen? Van 17 maart 2016. Ja, dat is verkeerd. 2006. Ah. Ja. Ik dat zeg altijd, je altijd. Altijd, hè? Hoe komt dat? Ja, dat moet je toch niet aan mij vragen? Die jaren nul, hè, die zijn precies weg van mij. Het is precies vanaf de tien. De tenties. De tienties. Nee. 17 maart 2006. Ja. Hebben jullie al ooit een Disney cruise gedaan? Ja. Absoluut. We hebben al 1 keer een Disney cruise gedaan met de Disney Magic. Zo heette het schip. Dat is het oudste schip, hè, ja. Van Disney. Ja, klopt. Fantastisch. Prachtig. Oh. Prachtig. Ja. Ja. De Disney magie is daar helemaal op aanwezig. Ja. Gemixt met de cruise magie. Absoluut. Dat is echt het beste van twee werelden. Ja. En wat ook fijn is, ik moet niet denken als mensen daar zo voor geïnteresseerd zijn, dat het alleen maar zo echt met heel veel kleine kindjes is en zo. Nee, want dat is allemaal gemixt. En ook, je kunt adults only gaan. Ja. Het is heel goed georganiseerd daar. En het is ook niet heel de dag door Mickey Mouse en prinsessen en zo. Dat is ook niet heel de dag. Echt? Het is er wel, maar de shows en soms tijdens het eten, maar ook zeker niet altijd. Nee, klopt. Echt. Aanrader. Ik hoop echt dat we dat nog eens kunnen doen. Ja. Wel een prijskaartje. Mucho dinero. Ja. Eh? Allee, je moet daar nu wel terug afspringen, hè? Dat doe ik niet. Ten eerste, dat is veel te hoog gras. Daar zitten vol slangen, hagedissen, salamanders en god weet wat gespuis. Dus ik ga hier... Wacht, ik leg mijn gsm even weg. Tussen die schorpioenen hier. Levensgevaarlijk. Ik sta daar toch ook dus. Ja, jij! Jij staat hoger op je voeten, op je benen. Levensgevaarlijk hier, hè. Hij is pas content als hem terug op de asfalt staat. Ik heb een vraag voor u die niet gesteld is door mensen, maar ik ga ze u stellen. Waar is ons huis? Daar. Dat wit,
daarachter. Misschien kan Alexanderke weer inzoomen, hè? Wacht, ik ga je vinger, dat mensen het kunnen zien. Dus je hebt daar een wit. Wacht, hè. Daar, dat is niet van ons. Dat is ook niet van ons. Het is... daar. Met die zuiltjes. Nu staan we ook eens aan de andere kant, want meestal, als we komen bijna altijd van de andere kant ook met een auto en zo, hè, ja. In onze oprit en zo. Dus nu stonden we eens aan de andere kant. Ik dacht, dat is wel leuk om eens te tonen, hè? Absoluut, absoluut. Ik heb hier een vraag. Zeg het. Hebben jullie ooit al paard gereden? Dat hebben we ooit gedaan. Ja? Op een familieweekend. Jaren geleden, weet je nog. Echt? Ja, weet je dat niet meer? Dat weet ik niet meer. De familie, hè, die nu naar de vlog kijkt, die gaat zeggen, dat is met uw familie was. Ik wil vragen, was het mijn familie of... Aan uw kant. Ah. Ja. Maar ja. Was ik daarbij? Je hebt er ook op gezeten. Ja. Het antwoord is ja, maar ik weet het dus niet meer. Maar het kan wel, ik weet het echt niet meer. Ja. Hebben jullie al eens met andere rederijen gevaren naast MSC? Ah, cruise. Cruzeiro. Ja, met Disney dus. Disney. Eén keer. Met TUI, met de Mindship. Ja, één keer met de TUI. TUI Cruises. Klopt. Dan... En met de Costa. En Costa, excuseer, inderdaad. Klopt. Costa Cruises en de MSC. Dus vier rederijen. Ja, hè? Ja. Vier. Quattro. Nog maar vier. Moeten er nog meer worden? We moeten op onze lijst gaan aanvullen, hè. Bon. Waar zitten we? Wie van jullie is de beste kok? Sowieso. Nee, dat is niet waar. Ik kook wel het meeste, maar de dingen die jij maakt, kan je wel heel goed maken. Maar ik maak niet zoveel. Lasagne? Dat kun je supergoed maken. Ja, dat is wel lekker, ja. Maar de rest, inderdaad, ik doe dat absoluut niet graag koken. Dus ik laat dat altijd aan hem. En hij heeft meer zo die touch. Ik moet, als ik iets maak met een recept, dan is dat alleen dat met een recept. Dus ik kan niet fingerspitse gevoel erin leggen. Ja. Ik heb dat niet. En je durft niet te experimenteren in de keuken ook. Nee. Ik heb dat niet. Wie ruimt het meeste op in het huis? Jij. Ik ben blij dat ik het zeg. Je beaamt het. Hey. Dat is goed. Ik doe dat graag. Zo. Ja. Houden jullie van kaas? Ja. Zie. Heel erg zelfs. Oh ja, echt hè? Ik denk dat we bijna alle dagen kaas eten. Alle dagen. Wel niet goed voor mijn cholesterol, maar alle dagen. Op de boterhammen en ook op de pasta en zo. En kaassausen. Croque-senior. Croque-senior. Oh ja. Nachos. Allemaal kaas. Ja. Hoe noemt dat weer in het Spaans? Kaas? Queso. Sí, muy bien. Wanneer gaan jullie op volgende cruise? Bijna. Volgende week al. We zijn aan het afstellen. Ja. Nog één. We zitten eigenlijk in volle voorbereiding, hè? Ja, inderdaad. Want na deze vlog, de uitzending van deze vlog, waar jullie nu naar kijken, is het eigenlijk nog een kleine week. Ja. Want we gaan naar Valencia. Eerst. En in de volgende vlog gaan we ook weer over de cruise meer details vertellen. Dus dat is voor de volgende keer. Hoeveel cruises willen jullie dit jaar nog doen? 1000. Ja, 1000. Ik heb geen vingers genoeg en geen handen genoeg. Hoe meer, hoe beter. Zoveel als kan. Ja. En als jullie eigenlijk nog goede tips hebben van rederijen, met een beetje een specificatie van die rederij is zo en zo, laat zeker weten, want wij zijn ook nog... Ja, in volle ontdekking, hè? Ja. Met alle rederijen. Dus laat zeker weten als jullie goede tips hebben. Laat maar komen, Grietje. U hebt hem weer wat gehoord, hè? Ga je dat nu ook altijd zeggen? Ja, net als tip van Jip. Hoeveel abonnees willen jullie nog halen? 1 miljoen. Miljoenen! Hoeveel Belgen en Nederlanders zijn er in de wereld? Ah, wel. En ik vind dat een goede vraag, want spread the word around, hè? Ja. Kijk, gehoord, ik ben van alle talen thuis, van alle markten. Mucho. Hoe zeg je de taal weer in Spaans? Idiomas. Idiomas? Sí. Dat is een raar woord, hè? Ja. Mucho idiomas. Lot of languages. Spread the word around. Ja. Geef het door, betekent dat. Zeker. Hè? Als we evenveel abonnees bijkrijgen als dat we vragen hebben binnengekregen, dan heb ik heel veel hoop. Dus, jullie zijn alvast goed bezig. Dank je wel. Oké. Kennen jullie de Jens op YouTube? De Jens. Hier staat, kennen jullie de Jens op YouTube? Nog niet, maar we zullen eens gaan kijken na deze vlog. Hè? Jawel. Waarom verhuizen naar Spanje? Onze eerste keuze was om te verhuizen naar Amerika. En
Je hebt het misschien al wel een beetje gehoord in de antwoorden die we gegeven hebben. Amerika is toch wel een droom voor ons. The American Dream, hè? Yes. Florida. Ook weer door een ander antwoord. De gezondheid is niet zo gemakkelijk daar. Gezondheidszorg, excuseer. Ja. Dus dat doet u ook nadenken, hè, in het leven. Dat is ook belangrijk, de gezondheid. Dus daarmee, gezondheidszorg in Amerika is moeilijker, ook duurder. En... een woon-werkvisum is ook niet zo makkelijk om te krijgen, nee, in Amerika. We, nee, hebben dat echt tot in detail onderzocht. Maar we hebben het naar... we hebben gedacht van... we willen wel naar het buitenland verhuizen, maar hoe kunnen we dat dan op een andere manier doen, een makkelijkere manier? En dat is dan Spanje geworden. Maar Amerika misschien ooit. Wie weet, wie weet. We mogen blijven dromen, hè. Absoluut. Oké, Orlando. Ik heb weer vragen voor jou. Top. De volgende vraag is, kan jij goed zien in het donker? Dat vind ik een rare vraag. Wie kan zien in het donker? Ik niet. Ik ook niet. Maar ik zo'n alle gekheid op een... stokje. Ik weet wat mevrouw bedoelt, of meneer. Daar heb ik heel veel moeite mee met mijn oogaandoening, inderdaad. Ja. Dus dat is ook een gevolg van, of een symptoom van glaucoom. Als je van licht naar ineens naar donker gaat, hebben mijn ogen toch wel een 10 minuten tijd nodig om zich aan te passen. Dus ik denk dat hij dat bedoelt. Ja. Dus inderdaad, nee, ik kan niet goed zien in het donker. Na 10 minuten, kwartiertje, dan begint zich dat te stabiliseren. En dan is het terug. Sparkling world. Frietjes of pizza? Oeh, daar moet ik een hulplijn voor inschakelen. Dat is echt ex aequo. Dat is echt ex aequo. Je moet kiezen, hè. Mensen willen het weten. Pizza. Mocht Glenn op een dag wegvallen, blijf je dan alleen in Spanje wonen? Ik zou zeker verhuizen. Ik zeg niet dat ik terug naar België. Want hier is het moeilijk voor mij. Ik mag niet met de auto rijden. Dus ik zit hier alleen op de campo. En ik heb heel veel vrienden die mij altijd willen helpen en rijden en zo. Dus dat is super fijn en lief. Maar ik denk dat ik me toch wel iets meer ga omringen met mensen. In een nabije omgeving. Als ik alleen moest komen te zitten. Knippen jullie nog elkaars haren of gaan jullie naar de kapper in Spanje? Nee. We knippen elkaars haren nog. Hoe is Maaike Kafmeijer in het echt in de Droomfabriek? Zalig. Ja. Zalig. Echt waar. En iedereen daar. Iedereen. Die beesten hier. Maaike, zo lief. Gloria. We kwamen daar nog maar aan. En moesten al kussen. Op de wang, hè. Maar het hele team. Iedereen. Iedereen. Voor en achter. Ik vond dat magisch, die sfeer daar. Echt waar. Maar echt, hè. Het was ook echt een Droomfabriek. Ja, 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 ja. Ja, echt, ja, waar. En ook mevrouw Droomfabriek. Mevrouw Droomfabriek, hè. Iedereen. Iedereen. Echt iedereen. Een groot hartje voor iedereen daar. Echt waar, echt waar. Maar Maaike, want daar ging het om, hè. Maaike, ja. Fijn. Ja, heel fijn, ja, heel fijn. Je moet goed luisteren, want het dialect is anders dan Limburgs, hè. Ja. Maar goed verstaanbaar. Daar draait het om, hè. Daar draait het om. Hè? Wordt al dat vloggen soms niet te veel? Is er nog genoeg tijd zonder camera? Zie, maar we willen net meer. Want dat is net, hè. Dat is eigenlijk de hele opzet ook een beetje van de Droomfabriek geweest. Als we meer kijkers hebben, dan hebben we ook meer dingen ter ontwikkeling. Is er een föhn in de hutte van de MSC Fantasia? Een haardroger. Een föhn? Ja, zo staat het hier. Echt waar? Ja. Dat was er. Ja, dat was er. Ja. Maar ik moest wel goed zoeken, want we hadden een eigen föhn, haardroger, bij. En toen heb ik er inderdaad een gevonden in de lade, onder de spiegel, aan de... hoe noemt dat weer zo? Dat is zo'n Frans woord. Zo'n... hoe noemt dat? Dat die spiegel en met broken zo? Dat is zo'n naam. Oh, dat weet ik niet. Weet het niet? Laat dat eens weten. Een bidet. Een bidet? Dat is voor je voeten te wassen. Ja, mooi, gaan we schmink gaan doen, maar dan weet ik niet hoe je dat gaat doen. Zo. Laat dat eens weten. Hoe dat noemt, zo'n tafeltje met een spiegel daarboven. Kan je s'avonds gaan dineren op een cruiseschip in een spijkerbroek? Dat kan. Dat kan. Dat kan. Geen enkel probleem. Daar zegt niemand niks van. Ja. Dus wij zeggen altijd van, kijk, iedereen doet wat hij wilt. Ja. Dus wij doen graag een kostuum aan s'avonds, maar doet wat je wilt. Het leven is te kort om niet te doen wat je wilt. Zeker en vast. Zo is het, hè? Maar het kan zeker een spijkerbroek. Is alles op cruise in de prijs inbegrepen? Nee. Nee, niet alles is inbegrepen. Je moet goed kijken als je je cruise gaat boeken, wat er wel en niet is inbegrepen in de prijs die ze u voorstellen. Wat is er niet inbegrepen? Drankjes is meestal niet inbegrepen. Excursies.
Juist, er zijn inderdaad. Nooit inbegrepen. Nooit, nee. Fooien, havengelden, meestal wel, maar misschien ook niet altijd. Dus toch wel ook in de gaten houden. Ja, inderdaad. Hebben jullie het huis gekocht via een makelaar of rechtstreeks bij de aannemer in Spanje? Ja, we hebben zelf gebouwd, dus we hebben uiteindelijk gekocht bij de aannemer, hè? Ja, inderdaad, maar wat? Met de hulp van de makelaar. Met de hulp van een makelaar. Ja, ja. Dus je hebt verschillende soorten modules. Dus laat u zeker goed informeren. Ja. En altijd bij een erkende makelaar of aannemer gaan. Dat is gewoon luchtje, hè, jong. Ja, echt mooi blauw, hè. Echt waar. Ja, je zei net nog, hè, het is eigenlijk niet te geloven, hè, dat daar opnieuw een lekker wijntje gaat uitkomen. Dat is toch allee, raar? Toch al de druiven. Het is ook zo'n dorre stronk. Ja, ja. Raar, hè? Het is natuurlijk ook echt winter nu, hè, dus nu begint alles weer stilaan tot leven te komen. Ja. Ook zo die bloesems die we nu overal zien aan de amandelen, maar dus ook de druiven en de olijven, hè. Want dat zijn eigenlijk de dingen die je hier in het wild. En van de Orlandokjes, hè, want daar staat weer een Orlando in beeld. In volle bloei. Op weg naar huis? Op weg naar huis voor nog meer vragen. Oké, dan moeten we de berg eerst stoppen. Daarachter. Wandelingsken hoor. Ja. Ongeveer 3 kwartier. Ja, op uw tempo. Ja. Je gaat keisnel, hè? Speedy Gonzales. Oh, dat is niet te doen. Mijn benen zijn veel langer, maar ze kunnen niet volgen hoor. Ring, rap, 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 rap. Kom maar. Heb je al dorst? Oh, amai. Hoe warm zou het eigenlijk zijn vandaag? Weet je dat? Op de officiële temperatuur was het 24, maar dat is in de schaduw, hè. Het is echt warm, hè. Ja, ik was aan het denken van... Spiet in de zon liggen, even. Ja. Beetje kleur pakken. Siesta. Salut. Salut. De laatste vragen die we nog moeten beantwoorden. Laat maar komen. Laten jullie wel eens iets leveren door een webwinkel? Ah, ja. Nee. Alleen niet hier, hè? Ja, ik knik ja en jij knikt nee. Maar inderdaad, in het postkantoor. Ja. Want ons adres kennen ze niet. Dus ja. Alles in het postkantoor en daar hebben wij zo een bakje gehuurd per jaar. Wat vind je het leukste aan het Spaanse leven? Het is cliché, maar het is sowieso het weer. Staat wel bij mij op 1. Het leukste aan het Spaanse leven, de mentaliteit. Ja. De rust van de mensen, zalig. Wat vind je leuk aan Orlando? De positiviteit. Is dat enige? Ik was toch nog niet uitgepraat? Duurde meneer zo lang. Hij wil complimenten horen. Nee, hè? Maar het duurde zo lang. Hij grijpt elke kans aan die hem kan. Oh, het duurde zo lang. Het leukste, uw positiviteit. Oh, dat is goed. Ga je naar de reunie van de middelbare school? Is er een reunie van de middelbare school? Dat vraagt iemand. Ik zou dat wel willen doen, maar ik weet niet of dat er is. Ik ben niet eens uitgenodigd. Dan kun je niet gaan. Nee. Je kunt er ook niet party crashen, hè? Nee. Hoe ben je bij Radio Mol verzeild geraakt? Ah, ik was altijd gefascineerd door radio als kind. En verre familie van mij werkte op Radio Mol. En toen ik nog heel jong was, is mijn mama eens met mij naar daar gereden. Ik heb me daar in die studio gezet. En tot de dag van vandaag vind ik het geweldig. Fantastisch. Okay. Wat is je favoriete boek? Ik heb niet echt een favoriet boek, want ik lees eigenlijk niet zo heel veel. Misschien denken mensen dat wel van mij, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ik heb echt geen favoriet boek. Frietjes of pizza? Frietjes. Mocht Orlando op een dag wegvallen, blijf je dan alleen in Spanje wonen? Dat is een moeilijke vraag, hè. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik voel me supergoed hier, ook in ons huis en zo. Dus ik denk het wel. Oké. Ik denk dat we erdoor zijn. Ja, hebben we ze gehad? Ik denk het wel. Wow! Ik denk het wel. Ik ben nog even... Moesten we uw vraag niet beantwoord hebben? Stuur even een privéberichtje. Dat mag, hè? Natuurlijk. Dat zeker. Dan pikken we hem op. En dan droppen we hem in de volgende vlog. Ja, inderdaad.
Over die volgende vlog gesproken, die gaat alweer stilletjes aan gaan over de cruise, hè? Van Valencia naar Valencia. Ja, met de MSC Orchestra. En in de volgende vlog gaan we jullie alles vertellen daarover, maar we gaan ook die cruise weer boeken. En die zaken allemaal gaan we jullie laten zien in de volgende vlog. Dat gaan we allemaal weer transparant met jullie delen. Hè? Absoluut, dat is ook okay. Zo. En ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd of jullie dit een leuke vlog vonden, want het is toch wel een beetje anders als anders, hè? Zeker. Gewoon en rond de deur gebleven zo. En zoals Madonna heeft gezegd al, open your heart to me, darling. Of is baby? Darling. Darling. Als jullie het ook leuk vonden, laat het zeker weten, dan kunnen we het misschien nog wel eens ooit doen, hè? Tuurlijk. En nogmaals, als uw vraag niet voorbij is gekomen, drop ze. En wij zien elkaar in een volgende vlog. Adios! Bedankt om te kijken. Doei!